Yo, dem gasten, welkom bij deze nieuwe video op Banjotown. Zoals je ziet, de site was aan het laden. Het is een nieuwe website, namelijk Banjotown.nl. Hoe cool is dit? Ik ben nu op de website. Ik ga vandaag met jullie de website doorlopen. Zometeen na de intro. Jongens, ik ga gewoon direct beginnen met scrollen. Je ziet het, hier is een hele grote videospeler. Je kan hier de video... Oh, auw, mijn oren, auw, dat had ik niet moeten doen. Maar, kut, de geluid zat vol aan. Rick is hier lekker aan het Minecraften. De dagelijkse video's van Banjotown komen groot op banjotown.nl. Daaronder staan natuurlijk alle echte video's van Banjotown van ook van afgelopen weken. Je kan zelfs heel chill klikken, heel makkelijk, heel snel door alle series op Banjotown. Zoals je ziet, wat een beetje naar kan zijn is... Als je klikt door series dat de browser omhoog schiet. Nou, goed nieuws. Daar hebben we een dingetje voor verzonnen. Namelijk dit. Boom. En de videospeler is weg. Kan je lekker klikken door alle series van Banjotown. En dan selecteer je wat je wil kijken. En dan ga je het bekijken. Daarnaast heeft Banjotown natuurlijk een forum. Het forum van Banjotown.nl. Hij is nu het laden. Moet ik even uitleggen waarom de website nu een beetje langzaam is. Omdat hij nog niet online staat. De website komt als het goed is dit weekend online. En dan is alles veel sneller. Nu wordt alles gedraaid op een server bij iemand thuis en dan is het gewoon wat langzamer. Nou, dit is het forum van Banjotown. Even voor games. Laten we even klikken op games. Hier staan al heel veel berichten in van de oude banjomovies.nl website. Ja, zoals je ziet, je kan lekker meelullen op het forum. Maak een account en je kan hierboven heel makkelijk een account registreren en inloggen. Het is fucking easy om te doen. Dus ik zeg, ga allemaal lekker naar de website toe binnenkort. En doe lekker mee. We hebben ook heel veel vette gruwelijke games voor jullie. Moet ik even opletten dat ik mijn audio uit heb. Boom. Want anders krijg ik weer een knal in mijn oren. Dat doet best wel pijn, kan ik je melden. We hebben hier heel veel games. Namelijk Boxset, Angry Birds, Minecraft Race. Oma voor je. En Force Heroes. En nu is eigenlijk mijn persoonlijke favoriet die ik niet benoemde. Was natuurlijk Pac-Man. En... Oh mijn god, ik ben zo'n Pac-Man nerd. Ik zit hier afgelopen week, zat ik ook al stiekem af en toe een paar keer te gamen. En het is gewoon heerlijk om te kunnen doen. Ja, shit. Nu ga ik gewoon zitten gamen. Fuck voor de rest deze hele video. Ik wil gewoon Pac-Man doen. Oh man. Oké. Zoals je ziet, alle spellen op banjotown.nl die laden tering snel. Je kan ze ook fucking lekker zo... Nee, oké. Natuurlijk, dit denk ik allemaal expres. Ik ging expres dood. Dat is expres. Dus je kan lekker gamen op banjotown.nl. Je hebt hier een beetje een beschrijving van de crew. Met leuke feitjes die je anders niet zou weten. Van Vincent hebben we helaas geen foto. Want we hadden een dag opgenomen. We hadden een dag gepakt waarin we met z'n allen foto's gingen maken. Helaas kon Vincent daar niet bij zijn. Dus Vincent staat niet tussen de crew. Oh man, Dennis, je belt midden in de opnames. Ik bel je zo terug, yo. Sorry, ik werd net even gebeld. De FAQ van Banjotown, je ziet hem hier staan. Alle vragen die jullie je misschien afvragen staan hier tussen. Lees het lekker door binnenkort en vermaak je ermee. Het schema van Banjotown. Over Banjotown zijn we nog mee bezig om die uit te tikken. We hebben wallpapers. Je kan alles downloaden van alle speedarts die we ooit hebben gedaan. Super chill, banjotown.nl. En je kan contact met ons opnemen. Dat brengt ons eigenlijk bij de volgende pagina, namelijk... De webshop. De webshop is natuurlijk iets waar iedereen heel veel van houdt en dingen wil zien en kijken. Nou ja, dit is de webshop. Ik denk dat heel veel mensen hem al een keer hebben gezien. Dus nogmaals, de webshop die hoort erbij. En we hebben heel ideaal op banjotown.nl bovenaan een blauwe balk. Waar Banjotown, Team Slof en Banjomovies op staat. Ik ga nu even naar Team Slof voordat ik naar Banjomovies ga. Zodat jullie het idee wat meer hebben. Team Slof is dit. Zoals jullie weten, gratis Minecraft skins. Volgens mij staat de teller nu op 150 Minecraft skins. Slof skins voor Minecraft die je gratis kan downloaden. Je kan ze allemaal hier gewoon vandaan plukken. Ik bedoel, volgende pagina. Je ziet het, ze zijn helemaal gevuld met allemaal rotzooi. We hebben hier Prinses Peach. We hebben hier Barack Obama, Napoleon. We hebben hier een machinist zelfs. Ik bedoel, we hebben zo ver nagedacht. Justin Bieber, Indiana Jones, Jack Sparrow, Kick-Ass. You name it. Het staat hier allemaal tussen. Super vet. Teamslof.nl. Heel veel nieuwe slof skins die je gratis kan downloaden via banjotown.nl of teamslof.nl. Je komt altijd op hetzelfde neer. Dit is banjomovies.nl. Zoals je kan zien is banjomovies... Oh, dat was mijn achtergrond. Dan is dit banjomovies.nl. Zoals je kan zien is banjomovies.nl hetzelfde systeem als banjotown.nl. Alleen heeft banjomovies hier nog een balk. Met alle video's waar ik in meespeel, die verschijnen op die balk hier onderaan. Die je nu hier ziet zo. Zoals ook grasrollen bij hier, Mad About Marije. Banjotown staat ertussen. De afgelopen banjomovies. Van alles wat. Daarnaast ga ik ook als eerste bloggen. Je kan blogs van mij vinden op banjomovies.nl. Daar ga ik ze proberen bij te houden met leuke weetjes over mijn leven. En misschien wel grappige behind the scenes dingen. Dat weet ik nog niet zeker, maar daar komen
fucking veel vette dingen op. Nou, zoals je kan zien trouwens had ook Banjertown.nl de rechterkant met Twitter, Facebook en Google+. En bij Banjertown zijn dat natuurlijk de tweets van iedereen uit Banjertown. Dan gaan we verder, dan heb je hier nog de knop video. Ook voor Banjermovies natuurlijk. Banjermovies heeft gigantisch veel video's die je hier heerlijk gestructureerd kan bekijken. Plus, wat ik je kan vertellen, dat is ook heel cool. Er komt een nieuwe stijl aan voor Banjermovies.nl. Banjermovies gewoon de thumbnails. En dat is dit, wat je hier nu ziet. Ik vind ze super vet met dat richelrandje eromheen. 10 donuts erop. Ja, je ziet het, die blauwe balk, het komt heel vaak terug. De blauwe balk is van Banjo. Banjo Movies of Banjo Town, I don't give a fuck. Het is van Banjo. Hier kan je dus heerlijk klikken door alle video's. En het forum van Banjo Town is gekoppeld aan het forum van Banjo Movies. Dus je kan zo via Banjo Movies als Banjo Town op het forum komen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de games op Banjo Movies. Dat is hetzelfde als op Banjo Town zoals je ziet. Super vet. Andere dingen hebben we nog. Ja, hier zijn andere dingen. Natuurlijk een FAQ. Alle vragen rondom Banjo Movies beantwoord over Banjo Movies. Daar staat een kanaaltrailer en de documentaire die ooit gemaakt is over Banjo Movies van een half uur. Waardoor je alles weet van Banjo Movies. Dan komen we bij de wallpapers. Super vet, want dit zijn unieke, nog nooit vertoonde wallpapers. Zoals je kan zien van mij als raket, van mij op een skateboard, dat ik van de cliff afspring of dat ik opgegeten word door een haai. Banjo Movies gaat harder knallen dan ooit tevoren. Je kan het gewoon super chill gratis downloaden op Banjo... Wat de fuck? Ja, liedjes. Ik wou naar songs, precies. Super chill gratis downloaden op banjomovies.nl. Ik druk dit ding weer dicht, de videospeler weg. Daarnaast kan je op banjomovies.nl natuurlijk gratis de verse 50 song Nationale Banjo Week Tune downloaden. En Sinterklaas versus de Kerstman deze week uitgekomen. En nu al gratis te downloaden op banjomovies.nl zodra de website online is. Daarnaast als laatste hebben we natuurlijk op banjomovies.nl de pagina contact. En daarmee is ook banjomovies.nl eigenlijk ook besproken, zou je zeggen. Er is één ding wat ik nog wil doornemen met jullie en dat is deze knop. Daar hou ik van, de knop random. Je klikt op random en je krijgt een random video. Daarnaast wat trouwens ook heel cool is, dat zie je, de browser die gaat lekker naar beneden bij de knop random, zodat je niet hoeft te scrollen. Kijk, dan gaat de browser omhoog. Oh, deze is trouwens heel oud, die video. En boom, daar ben je. En dan krijg je allemaal video's te zien waarvan ik zelf ook weer even sta te schrikken. Wat heb ik allemaal gedaan? 2010, oh god, dat was 30 kilo geleden met, ja, 10 centimeter lange haar. Verschrikkelijk. Ik ga nog één keer terug naar banjotown.nl, want jullie hebben heel erg het idee, denk ik wel, te pakken van hoe gruwelijk dit wordt. Dit zijn 4 websites gekoppeld aan 1 domein. Ja, 4 websites, 4 domeinen eigenlijk. Alles is, het is zo vet, jongens, geloof me. Banjotown en banjomovies.nl komen dit weekend online. Volg mij op Twitter, ik zal er een tweet over geven als het online is. Ik wou dit gewoon echt even delen met jullie, want geloof mij, Banjo Town en Banjo Movies, het gaat echt naar 2.0 in 2014. Dit wil je niet missen. Ga snel aankomend weekend naar banjotown.nl en registreer je account en praat lekker mee op het forum. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie net zoveel zin erin hebben als dat ik het heb. En geloof me, ik heb nu wel een paar dingen besproken van de website. Maar als je hier gaat zoeken, dan vind je zo ongelooflijk veel vette dingen die je nog niet eerder hebt gezien van Banjo Movies, Banjo Town of whatsoever. Wat maar ook met Banjo te maken heeft eigenlijk. Het is zo verschrikkelijk leuk. En je kan alles vinden wat je maar wil vinden. Jongens, ik hoop dat we jullie hier een kleine verrassing mee kunnen geven. En dat jullie het super vet vinden om dit nu al te kunnen zien voordat de website online is. Bedankt voor het kijken. Geef vooral een groen duimpje. Deel deze video desnoods met al je vrienden. En dan check ik jullie later.